What the fuck? Hoe onderhandel ik over mijn salaris? Oeh. Nou, vertel. Dat is vaak wel een spannend onderwerp voor mensen. Vind je ook niet? Ja. En de vraag is, moet je ook wel onderhandelen? Het hoeft niet altijd. Ik bedoel, als jij blij bent met het aanbod wat je hebt gekregen van een bedrijf... En dat voelt helemaal goed voor jou, als in het salaris... maar ook de secundaire voorwaarden passen bij wat jij voor ogen had... dan zou ik het niet doen. Maar als je het er echt niet mee eens bent en je voelt je er goed bij... ja, ga dan het gesprek aan. Kom dan wel met een realistisch tegenbod. Nou, en ik denk ook wel dat we het vooral niet moeten zien als strijd of iets dergelijks. Het is echt, het is een voorstel, dus... Ja, het is een onderhandeling. En vooral in de salesfunctie moet je dat eigenlijk wel doen. Moet je dat eigenlijk wel doen. En hoe je dat doet, denk ik heel belangrijk om je goed in te lezen in wat goed bij de rol past. Hè. Maar met name ook te kijken welke ervaring gevraagde eisen uit de vacature neem jij mee. En hoe verhoudt zich dat tot het aanbod wat je hebt gekregen? Nou, ik zou ook gewoon, ga lekker even internet op en check ook de marktconform salaris. Ja. In dezelfde functie, hetzelfde aantal jaar ervaring. Wat verdient iemand dan gemiddeld? Ja. En van niveau, hè? Zit je, ben je junior, midior of senior? Daar zit ook weer verschil in. Ja. En daarin, hoe meer je rugzakje vult, hoe meer je ook weer kan vragen. Ja. Ik zou ook altijd bij een onderhandeling misschien toch wel een beetje erboven gaan zitten. Ik denk niet dat je gelijk moet gaan zitten op wat jouw minimum is. Dus gewoon wel een beetje erbovenop snoepen. Maar volgens mij doen de meesten dat altijd wel. En dan ook voor jezelf al bedenken van... goh, wat is de ondergrens? Ja. Zodat je niet van inderdaad daarover misschien nog moet gaan twijfelen. Ik bedoel, je hebt toch je vaste lasten die je ook moet betalen. Misschien lekker een keer op vakantie wil. Dus dat zijn ook allemaal wat dingen om over na te denken. Ja. Een goede techniek is om goed te bedenken... wat je wil. Zeg dan ook heel duidelijk, ik wil met je onderhandelen. Ik zou graag 200 euro meer willen verdienen. En gebruik dan de koe-techniek. Kiezen op elkaar. Dat helpt vaak. Ja, want we zijn geneigd om zo'n stilte dan in te vullen. En misschien praat je jezelf dan wel een beetje klem. Maar het beste is om goed en stevig jezelf neer te zetten en je boodschap over te brengen en dan je mond dicht te houden. Ja, wat ik altijd heel belangrijk vind is dat je kijkt naar het complete plaatje van het voorstel, van het aanbod wat je nieuwe werkgever doet. Natuurlijk is het belangrijk dat jij elke maand blij wordt van het bedrag wat op jouw bankrekening wordt gestort. Maar als dat betekent dat je geen vrije dagen hebt of geen pensioen opbouwt, wat houdt dat salaris dan in? Secundaire voorwaarden zijn ook zo belangrijk. Ja. Dus staar je niet alleen blind op salaris in je onderhandeling, maar kijk eens even naar het hele overzicht en zijn daarin dingen waarvan je zegt, daar wil ik nog het gesprek over aangaan. Check hier nog meer afleveringen van What the Fuck of drop jouw vraag in de comments.